eerste twee maanden van het seizoen zitten er nu op. Hoe bevalt het? Ja, prima. Het is een hele gemotiveerde groep waar ik mee mag werken. Dus daar krijg ik ook moraal van. Ik werk graag met gemotiveerde mensen. Nou ja, hier in de bus zitten er maar genoeg. Dus wat dat betreft is dat heel leuk. En ja, na mijn stoppen, eind 2010, bewust wat meer afstand genomen. Maar ik merkte wel dat het ook, vooral dat sportieve aspect toch bleef trekken. En wat dat betreft zitten we nu weer volop in actie. Hoeveel anders is het dan bij de mannen? Nou, vraag me dat over een jaar, dan kan ik je daar echt een concreet antwoord op geven. Maar tuurlijk zijn er verschillen. Maar ja, wat overeind blijft is de motivatie, de toewijding. Die is bij die meiden net zo hoog als bij de mannen. Dus wat dat betreft is er dan geen verschil. Kijk, de top bij de vrouwen is wat smaller dan bij de mannen. Maar de top is wel ook echt de absolute top. En daar hebben wij de absolute top ook nog eens in huis. Ja, dan de eerste World Cup hier in Nederland. Hoe belangrijk is het om een World Cup in Nederland te hebben? Ja, heel belangrijk. Kijk, voor het vrouwenwielrennen in Nederland moet je zo'n wedstrijd hebben natuurlijk. En Drenthe is een hele mooie koers. Heeft natuurlijk ook al veel historie in het wielrennen. Zeker ook voor de vrouwen. En het is de eerste wereldbeker van het jaar. Dus daar hangt veel van af. Kijk, waar je het openingsweekend had in België voor de mannen, mag je misschien dit nu zien voor de vrouwen. Dat het seizoen nu pas echt geopend is.